Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal. En we gaan vandaag weer Ooplet spelen. Het is ondertussen zaterdag in het spel, oftewel het zesde speeldag in het spel. En ik vind het best wel een leuk spelletje. We gaan onze mailboxjes eventjes checken. Ja. Wat krijgen we iets? They're called Gleamies and they sparkle. Ja, dat hebben we allemaal al gedaan. Dat is oud nieuws. Dat wisten we al. Goed, laten we hier eventjes water geven aan onze planten. Gietertje vullen. Dat onze klotlets goed kunnen groeien, want die hebben we nodig. Het is alleen jammer als je die laat groeien op jouw boerderij, dat je daar geen zaadjes of zo extra van krijgt. Floety flower, klomper. Oké, dan gaan we nu eens kijken. Moeten we hier dringend iets van onkruid? Ja, hier staat wel wat onkruid natuurlijk. Maar als we al dat onkruid gaan wegdoen, ik heb nooit genoeg energie om dat allemaal weg te krijgen. Plus, dan... het groeit ook heel snel terug, ik zal het zo zeggen. Ja. En ik heb nog altijd... Oh, we hebben nog een Nurnie. Ik moet nog altijd van die paddenstoelen gaan zoeken. En die paddenstoelen, die zijn echt wel zeldzaam. Ik wil niet meer praten. Nee, oké. Okay. Ze heeft geen zin om te praten. Hey, Dibby. Ik ga gewoon overal een keertje kijken. Hallo, Taffy. Maar Taffy zegt niet zoveel, hè. Oeh, krijg je er weer. Oh, dankjewel, Taffy. Ja, Taffy. Dag, Taffy. Jewel. Zie ik daar weer een nieuwe Ooplet? Dag, Kimbel. Ja, ik ben benieuwd om naar andere stukjes van de wereld te vliegen. We gaan eens kijken in Sprint's House of dat daar van die glitterdingen liggen. Nee, geen glitterdingen. Hallo, Ebba. Ik hou heel erg veel van lezen. Wel, het idee van lezen vindt ze wel leuk. Grappig. Hallo, Ara. Ah ja, dat moesten we nog geven. Yay, 30 gummies. Super. Snoepjes hier het lekkerst uitzien, die smaken altijd het slechtst. En hier vind ik ook nog altijd die spoor. Oei, nee, terug. Of wacht, als ik nu eerst hè, mijn... Nee. Oh. Wat ben ik allemaal aan het doen? Als ik nu eerst mijn boerderij in orde maak. Hiermee. Ik weet het een beetje egoïstisch, maar dan lekt onze boerderij misschien wel niet mee. Ik moest van die andere dingen hebben. Oké, het was niet dat. Ik heb me vergist. Damn it. Ja, Flipfree, jij wilt niet praten. Oké, laten we dan terug hier in haar doos stoppen. Nee, in de doos. Oh, opstaan. Oh, een emmertje. Oeh, een gummy gevonden. Leuk. Hallo. Die verveelt zich blijkbaar. Kunnen we hier nog iets doen? Nee, denk ik, hè. Hey, Melda. Piotr?
Oh, ze verzamelt graag hele schattige dingen, maar ze krijgt nooit de collecties compleet. Gummies to make gummies. Oké, perfect. Hoe kunnen we met gummies maken? Hey Basil. Yep. Ik heb een gratis boerderij. I wonder why I've been wasting my time working for a living. Oh, garme. Basil is een beetje jaloers, denk ik, dat wij dat gekregen hebben. Die boerderij, ja. Wat wil je ook? We hebben die gratis gekregen. Hey, Norne. Ze had niet echt iets speciaals te vertellen. Eens kijken wat hier nog op het strand ligt. Momenteel zijn er precies niet veel dingen om te verzamelen. Dag, Oudkriet. Oh, en wie staat hier weer? Hey, Ashley. Kunnen we daar niet mee praten, met Ashley? Oké. Wie zit hier onder de parasol? Ernesta, hebben we die al gezien? Extensive travel is a good substitute for an actual personality. Ik zie dat de reizen iets over jouw persoonlijkheid. Of dat daar iets mee te maken had. Oké, laten we maar teruggaan naar de boerderij. Want hier kan ik precies toch niet echt iets zinnigs doen. Dan gaan we de boerderij maar een beetje opschonen. Wat plankjes verzamelen en wat onkruid verzamelen. Ze wordt er alleen zo snel moe van, hè, van al die dingen te verzamelen. Dat we haar zo dadelijk al een dutje kunnen laten maken. Laten we de boerderij gewoon helemaal schoonmaken. Of zo ver als we kunnen. Oké, we gaan een dutje doen. Oké, we hebben een paar dutjes achter de rug. Eens kijken hoe het hier zit. Nog 14, nog 11. Nog 5 energie. Iets wat maar 2 energie kost.
Nee. Oké, dan misschien nog eens eventjes naar de stad gaan. Of naar het dorpje. Misschien nog wel glimmers of zo. Zoeken. Ja, kijk, hier ligt nog van alles op de grond. Nee. Allemaal receptjes. Hier gaan we ook eens kijken. Zijn hier glimmende dingen? Oh, een koffer. 100 gummies. We hebben er 36. Oh. Komt dat we er zo weinig hebben? Ah ja, we hebben zaadjes te kopen. Ja. How are you settling in so far? Doing just great. I'm a little overwhelmed. Doing tutti. It's been a little difficult. Doing tutti. I can't tell if that's a really good thing or a really bad thing. Either way, I'm here for you. Je kunt misschien helpen met zoeken. En hier aan die bank vinden we altijd zoiets, hè? Zo een lintje met wat tekst op. Het zal een briefje zijn of zo. Tobus, hebben we die al gezien? Have you seen a little shrumbo wandering around here? He wriggled out of his baby bonnet and now we're missing our daily tea party. If you see him, he answers to Princess Sparklebuns and is generally very uncooperative. Tja, misschien moet je een beetje beter letten op jouw oplets. Is er nog iets dat we kunnen verzamelen? Oh, daar staat nog eentje. Een paddenstoel. Hallo? Oh, kunnen we niet pakken? Oké, dan. Ah, hier zijn we nog niet binnen geweest, denk ik, bij Snaps. Laten we daar eens gaan kijken. Oh, daar ligt iets op de grond. Hairdo concept. Nummer 28. Inverted fontanges with striated elevation planes. Geen idee wat dat wil zeggen. Geen idee. En nu is mijn energie helemaal op. Hallo Patrick. Nou, die wou niet praten, zeker. Ah ja, dat is van de barbershop. Oké, laten we hier eventjes binnen gaan. Ja, daar wil ik ook binnen. Cuddle Cups Tea. Oeh, Cuddle Cups Café. Hoe gezellig. Hoe gezellig. Ook geen glimmende dingen. Wat heeft ze te zeggen? Nee, ik wil niks kopen. Ik wil niks kopen. Kan ik niet praten met... Ah ja, en bean juice. Daar was ze onbekend zeker voor, bean juice. En Maddie die blijft maar dansen. Die staat daar in haar tuintje zo. En die blijft de hele tijd dansen. Ja, we moeten eigenlijk niet gaan zoeken naar dingen om op te rapen, want we zijn veel te moe. We gaan ook zo dadelijk ons bed in. Het gaat een korte aflevering zijn. You're looking a bit like a grad student today. Ja, is het zo. Moe van het studeren. Gelukkig stapt ze toch nog flink door om zo moe te zijn, hè? Ja, hier kan ik nu eigenlijk precies toch niks meer gaan doen. Oh! Oeh! En wie staat daar te dansen in zijn onderbroek? Is het open? Nee, het is locked. Gernard. Of Gernard? These new shoes are an investment in my personal rebranding strategy. Hij heeft nieuwe schoenen. Ja, die moet je dan wel uitproberen natuurlijk.
En hier staat een taakje. Turn on the badge town, open the tower. By dance battling your way into the old open tower. Ah, dan moeten we... Goed, ja. Ah, wacht. We gaan eens kijken wat hier moet doen. I peeped you heading up here and rushed my little leggies as fast as I could meet. As fast as I could to meet ya. This is the old spooky open tower. It's been out of commission since way before I became the mayor. So it's not my fault. I'm too young to even remember when he had access to the Oopnet. Oh, do you know what the Oopnet is? Is it like an Oop-wide electronic communication network or something? Yeah, exactly. People's computers used to be able to talk to each other and share information. I think people used it to talk long distances. Buy stuff, share conspiracy theories, and other random junk. But we lost access at some point. It's not something the Ooplet High Council told us to fix, but I think it'd be really cool if we could regain our Ooplet access again. I think all we have to do is turn this tower back on. There's a big lever in there that looks ripe for flipping. I do it myself, but there are some rowdy Ooplets that have made the tower their home, and I can't get past them. Maybe you could earn their respect by beating them in a dance-off. Ja, tuurlijk. Wij moeten niet alles doen. Zij kan nooit iets doen als burgemeester. Kunnen we daar dan al binnen? We gaan eens kijken. Eens kijken of we al iets kunnen doen. Oeh... Dance challenge from Klomper. Ah, die hebben die weer. Oh! Nee, ik wil die erbij. Wacht, die niet. Die wil ik erbij. Ah ja, die hebben er ook drie. Dus dan hebben wij er ook drie. Eens kijken. Oeh, let's dance! Kijken of ze zo gemakkelijk hun toren gaan opgeven. Oh, ze hebben al 6 punten. Niks ervan, hè? Ja. Nu komen wij naar voren. Oeh, we gaan punten stelen. Niet lief van ons. Aan ons. Gaan we terug punten stelen? Ja, we gaan terug punten stelen. Niet lief van ons, hè. Niet lief. Ah, en nu moeten we trouwens maar 30 punten behalen. Volgens mij heeft dat te maken met het aantal Ooplets die mee aan het dansen zijn. Dus nu zijn teams van 3 Ooplets. En dan moet je ook minder punten behalen. Of dat is wat ik ervan maak. Zo goed bezig waren. Oh. Ja, nu zijn we gelijk. Oh, dat is spannend. Ja. 24. Oké, nu zijn zij aan de beurt. Oeh, 21. Yay! Oh, 53 XP. Oh, dat is meer dan de vorige keer. Oh, 53 XP. En de laatste ook waarschijnlijk.
Oh, die is een leveltje hoger. Yay. Yay. Lapsump got a new move. En Fliebel heeft ook 53 XP en ook een leveltje hoger. Yes, yes, yes. Ja, geef maar een zaadje. Ja, geef het maar aan mij. Dan kunnen we dan ook planten. Maar het zal niet voor vandaag zijn, denk ik. Let's flip the switch. Ja, laten we het aanzetten. Oh, zie mij daar staan slapen. Ja, bedtime. Go to sleep soon, so you won't be drowsy tomorrow. Yes, 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 I know. I think I'm meant to do something with that lever over there. En dat is die hendel of zoiets. Of is dat een lever? Lever. That didn't work. I guess there are other towers that need to be reactivated before we can reconnect to the loopnet. The next nearest tower should be in Memonia. When you're ready, you should head over there and turn that one on too. You can use Gimbal's balloon to get to Memonia. Maar de ballon werkt niet. Ah, complete. Turn on the badge down, open the tower. Yay! Gedaan. Oké, we gaan nu ons bedje in. Laten we vlug gaan. Nee, niet die kant. Voilà, eindelijk ons bed in. Zo, dan gaan we hier onze aflevering weer af. Sluiten. Het was weer een toffe aflevering. Dat zeg ik elke keer. Maar ik vind het best wel leuk om te spelen. Al die dingen die we moeten verzamelen en doen. En de dance battles. Ik vond de laatste dance battle nu eigenlijk wel het leukste. Omdat het was toch best wel spannend op het einde. En als jullie het ook zo'n leuke video vonden om naar te kijken, geef dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Dag!